Dit zijn Nicole en Hugo. En dit is hun favoriete muziek. We horen graag Queen, we horen graag Barry White. Ginette Reno. Ginette Reno. Barbra Streisand. Claude François natuurlijk. Joe Dassin. The Beatles. Clara presenteert Clara Fay. Clara Fay vertaalt jouw muzieksmaak naar klassieke muziek. Ik ben eens benieuwd, schat. Start Clara Fay. Selecteer een playlist. Ik ga beginnen met die van u. Oké? Okay? Ja. Clara Fay, deze playlist. Ah, Clara Fay vond Barbra Streisand in je playlist. Mm-hmm. Dat is juist. Dat ook klassieke zangeressen hun mannetje kunnen staan, bewijst deze muziek. Hier, Verdi. La Traviata. Heerlijk. Het is klassieke muziek tot en met kiekevelmuziek. Zuiver, zuiver. Ja. Absoluut. Dat is zeker een vast... Oh ja, als hij tegenover Streisand staat, moet hij al... Kijk, we gaan eens verder zoeken naar iets anders. Hè. Wacht wat, hè. In de playlist zitten vol opvallend veel dans en pop. Dat is muziek die vaak meteen aanspreekt en zin geeft om te dansen. Dat is een feit. Ah, Vivaldi. Weet je wat, dat is ook zo'n muziek als je aan het draaien zet. Ja, manneke. Daar zou men nog Saint-Tropez kunnen rijden. Ja. Gaan we eens kijken naar mijn lijstje. The Beatles. Ah ja, die stond er ook bij. Hè. Daarom laat Clara Fay je kennis maken met de werken van Bach. Mm-hmm. Blackbird. Ta-da-da, ja, geënt op Bach's bourrée uit de suite voor luid. Trompetten uit Penny Lane zijn verwant aan de trompetsolen uit de Tweede Brandenburgse concerten. Ah! Ik had nooit gedacht dat ik Bach zou zeggen ja. Maar dit is wel, wel iets dat ik graag hoor. Echt waar. Dan zeg je toch merci, Bach. En ik denk dat die Clara Fay ideaal is om dat soort dingen te zeggen van dat is zo'n muziek dat ik graag hoor. En als je dan met zoiets een klassiek repertoire kunt samenstellen, vind ik fantastisch. Welke klassieke muziek past het best bij jouw muziek? Probeer het zelf op clarafay.be. Clara Fay. Clarifying classical music. Clara, blijf verwonderd.